best wel een lastig proces om de cd bij elkaar te krijgen. Omdat de nummers lopen heel ver uit elkaar. Dus van heel rauw en bizar tot heel klein en mooi of lief. En waar ik onder andere bang voor was, was dat ik er geen geheel van kon smeden. Maar ik heb het toch geprobeerd. En in de recensie in België van Roots Magazine stond juist in van deze cd is het beste als geheel terug luisteren, want het is een geheel, zeg maar. André van der Morgen! Hey! Mijn Nederlandstalige dingen ben ik vooral in Nederland en een beetje in België. We zitten er wel aan te denken om in Amerika te gaan toeren en dan gewoon Nederlands te zingen. Okay. Voor ons een soort, hier komen ook Cubaanse bands, weet je wel, dus yeah. Waarom zou dat niet kunnen? Toch een man heb ik jou mijn liefste. Het is toch nu of nooit te laat. Gitaristen is het mooiste wat je kunt bereiken. Is gewoon twee of drie noten spelen en dat mensen weten van hé, dat is die gitarist. Okay. En dat is maar voor weinig weggelegd, want heel Nederland en heel Tilburg van de Rock Academy loopt vol met gitaristen. Ja. Maar ik zou ze zo niet herkennen zeg, als ze spelen. Dus. Allemaal uit de goot, die muzikant. Ik heb ze allemaal uit de goot getrokken. Dat gaat ook een beetje toevallig. Jules, de drummer, die is geluidsman bij Bradley Circus, bij mijn andere band. En die had ook een drumstel en vooral ook een studio, dus ja. Dus denk je dan, best handig. Ik wilde eigenlijk eerlijk gezegd niet meer Alex spelen, omdat Alex al die zat al bij Matanja te spelen soms en bij Matthijs en zo. Uiteindelijk heb ik toch Alex nou weer gebeld, want er is gewoon niemand die viool speelt en mandoline en accordeon en ik wilde wel zo'n soort muzikant in mijn band hebben. En Birgit die heeft mijn vorige cd-presentatie heeft ze achtergrondzang gedaan en die is toen eigenlijk gewoon blijven hangen. En Joris, de bassist, daar speelde ik vroeger in 1998, heb ik dan mee op het Peer Rhythm & Blues Festival gespeeld. En ik vind hij gewoon een hele fijne bassist. Gewoon een simpele, duidelijke, ik noem het altijd olifantenbas. En daar hou ik van. Nou, ik wil vooral veel spelen en een beetje grotere dingen spelen. En ik zou ooit nog wel een theatertour willen doen. En ik ga meteen weer verder met de volgende plaat, want ik heb eigenlijk alweer genoeg liedjes. En ik wil naar Amerika toeren. En ik wil zoveel. Ja,
gewoon alles. Ik denk, je moet gewoon altijd blijven willen. En of het er dan wel of niet komt, is niet zo belangrijk. Dat wil ik ook wel, zware sponsors. Ja, ik ben altijd van Amerikaanse auto's een beetje zo. Maar ik, sinds kort zit ik ook te denken van Rolls-Royce zou ik wel aan verbonden willen worden. Zal ik er ooit nog komen of zal ik er, of zou ik er al zijn? Dat is de vraag. Misschien is dit wel mijn hoogtepunt van mijn carrière. Dat ik hier met jullie boven in de kleedkamer van de Paradox zit. Of misschien staat er nog meer te gebeuren. Daar ga ik wel vanuit.